Toon Boeren won vorige keer ook al de stier als topscorer. En dat doet hij in deze periode weer. 28 treffers voor de spits van FC Os. Os dat zijn grootste nederlaag leed in deze competitie tegen Jong Ajax in Amsterdam. Aan de toekomst werd het maar liefst 7-0. Eerste kans van de wedstrijd, daar is Nouri. En die maakt dat voortreffelijk af. Het is de 11e minuut van de wedstrijd. En Jong Ajax komt alweer op voorsprong. En dan ziet men in Os de donkere wolken al hangen. Nouri naar het paasje van Tjerni over Dekkers heen. En dan de 1-0 voor Jong Ajax. Dat dus vorige week de stier in ontvangst nam vanwege het winnen van de periode. Overtreding van Jansen op Tjerni, die daar licht geblesseerd bij raakt. Jansen krijgt geel en die krijgt hij van Laurens Gerrits, de scheidsrechter, 28 jaar de Rotterdammer. Daar is Nouri met het schot. En daar hoeft Dekkers niet voor in actie te komen. Ajax beter dan Os. Terwijl Os een thuiswedstrijd speelt. Hier met Kamachi. Daar de ruimte bij Lazic. Boban Lazic, Tom Boeren. En dan Kamachi met de eerste grote kans van de wedstrijd voor de thuisploeg. En dan twee keer het reddende werk van Norbert Alblas. En voor hem niet zijn 29e van deze competitie. De hoekschop op het hoofd van Jansen. Op de lijn gered en dan kunstig uitgeverdedigd door Jong Ajax. Maar nog altijd het balbezit dan voor Os. Loopt scheidsrechter Gerrits iets in de weg. En moet Kamachi helemaal terug naar statie. Gesthuizen zal zijn ploeg ingeprent hebben dat men niet met zulke grote cijfers moet verliezen. En men zoekt dus ook de aanval met Alblas. En daar is het toch maar weer Boeren die gevaarlijk is. 28 doelpunten tot nu toe voor Boeren. Ooit was het Stefan Jansen aan het begin van deze eeuw die er 30 maakte. Men gaat er in Os vanuit dat Boeren dat wel gaat halen. Hier Cacera. En dan wordt het Pardoes 0-2 voor Jong Ajax. Het is de 31ste minuut. En de Colombiaan met zijn treffer voor de Amsterdammers. Het is zijn 8e in deze competitie. En Dekkers is geslagen. En Ajax dus, de nummer 2 van de Super League, scoort er weer lustig op los. Dan is Os weg met Lazic, maar matig ingespeeld. Boban Lazic, de linker vleugelaanvaller van FC Os. Althans, dat staat hij op papier. Tweede helft dan met Cacera, Nouri en hier Kluivert. Ook hij doet mee bij Jong Ajax, net als Kenny Tete. Hij de rechter vleugelverdediger, Kluivert vanaf de rechterkant in aanvallend opzicht. Onder het toezicht van zijn trainer trouwens, Peter Bos, aandachtig toeschouwer hier in Os. Tjerni. Tjerni met de actie. Moet Jansen voorbij. Daar is de voorzet. En dan heel lastig hoe Dekkers die bal wegwerkt. Kluivert en dan het schot van Nouri. Dat de juiste richting mist. Nouri de maker van de 1-0 voor de Amsterdammers. Hier Baks. Is het van Baks met moeite. TT, ook hij niet. En dan Staatsie met een prima schot. En een uitstekende redding daar van Alblas. Het schot van Ayrton Staatsie. En dan is Ajax weer weg. Kluivert vanaf de linkerkant nu. Kijk, met rechts. Daar is de voorzet. Moeizaam weggewerkt door de defensie. Dit is het schot van Tjerni. En dan krijgt Kluivert de herkansing met Nouri. Nouri kijkt en ziet wat hij ziet. Kenny Tete helemaal vrij de 16 in. En niemand van Os die hem een strobreed in de weg legt. En dus is dit de 0-3 voor Jong Ajax. Nouri met een gevoelvolle paas. Tete neemt hem uitstekend mee. En dan is dit de 0-3. Hebben we ruim een uur gespeeld in Os. En is het Ajax dat heer en meester is hier tegen de nummer 15 van de Super League. Met weer een kansje voor Kluivert. En zo gaat Ajax maar verder en is Os niet in staat het Amsterdammers echt moeilijk te maken. Of dit, Baks en dan Boeren. Maar ook deze krijgt hij er niet in. Savastano, de invaller, werkt weg. Het is de eindstand hier in Os als Jong Ajax met 3-0 wint van Os.